Primeiro aqui é Kikas, vermelho de cookie em bola. Estou no Dopo Kiki. Dopo, de vanaf 1955, reed ze door de Poolse Strotentrek. Kook 55 is de club die het allemaal organiseert. En achter mij zie je dat de ceremoniemeester aankomt. Het is Marco Hunnekes, die de taak overheeft genomen van Erik Vesjes, die voor een vier truc gestopt is. Als vorst van de Kook komen we dadelijk op terug. De Kook begint als hij nog optocht. Met Prins en Gevolg, natuurlijk heel oud met wagens, groep met vaatsen. We laten hem nu zien, hier vanaf de Velsvoort in Boulder. Ceremoniemeester van de Kook in Boulder, ook de vicevoorzitter. Marco Hunnekes, die het bal mag openen. In de wagen natuurlijk de penningmeester Erik Smits, die hem heen door de sloten van Boulder op kroon. En toen zien we de Brassband, een club met Hugh for You, die al jaren had verloren, maar geen als muziekgezelschap in de Boulder sporten. Inderdaad, wat we slippertjes hebben gemaakt en ze hebben ze bezig. Ze dragen ze mee en links en rechts tijdens ze al doen. Ja, wij hebben een slippertje gemaakt. En dan hier was de ogen. Zo'n voorzitter bij de Kook, dat gaat niet goed. Door toen voor wij een nieuwe voor zijn groot, de familie Geurs. Duidelijk. Ah, en die hebben het natuurlijk keurig gedaan. De nieuwe voorzitter van de Kook wordt heel getoverd. Ah, kijk eens aan hier. En dan komt de nieuwe voorzitter eruit. Ah, helemaal terug in de ton. En zal dadelijk meerdere malen door de stroten van Bommers. Nummer 4. De knoop van de prins uit Broesberg mag altijd niet ontvangen. Ja, ja, dat is ook nog niet ontvangen. Ja, dat kijkt dan in de grote klok, want dat hangen nou. Natuurlijk, ze hebben hun hoofd bezig en ze ja, willen dat straks wel bekendmaken. En alle keuken en keuskes heen in Boulder. Dan de Boulders, ja, de Boulders weer, oh, het Boulders boek. Ja, geweldig. Ze hebben een Boulders dialectboek gemaakt. En toch kent ze het lezen wie het Boulders echt geschreven moet worden. En dat echt schrijven, dat is nog geen kunst. Om dat in de juiste manier, op de juiste manier en in de juiste volgorde. Met prees en met komma's en van alles. En de container moet vol. Ja, kijk, de heren natuurlijk. Dat wil de inzien formule. Ja, het is hier natuurlijk hartstikke goed. En dat is Patrick Bergsma, die vanwege hij was prins in 2009. Kiet Goud met Hugo Kleine Kinger erbij. Dan zien we in de vaarten. Je waarde op. Van Haantje, Cor Pieters. We gaan even naar toe. Cor, ben je Vicky kwijt? Ik ben Vicky kwijt. En nergens heet te vingen? Nee, we zijn er gezien. Nee, we zijn er gezien. Nee, maar ik zit nog hier, hoor. Dat is, ik zit nog net bezig. Dus. Goed. Ik kan nog altijd kieken horen. Dus. Ga ik lekker bier, man. Dankjewel. Cor Pieters, de vaarten. Is hij is Vicky kwijt. De volgers komen naar het Kuukpen. En je ziet, die kregen onze zin. En nu je nou ook langs het Kuukpen in. Goed, ja, ze gaan natuurlijk maken nu op. Jawel, ze gaan natuurlijk geweldig de containers in het Kuukpen. Hebben ze in het gedaan heel veel protesten van de buurt en alle clubs die daar zoten. Maar inmiddels staan ze op en de volgers willen die eerst zien. Thank you.
Strong. Die hebben in 2015 de tijdprijs gewonnen. Dat is wat ze op hun bord hebben staan nu. Wie kunt het echt gelijk eens over die deze? Ja, dan zegt ze ook al, vereniging is het ook al. En zijn prima, dat was gewoon nieuw. Ze zeggen, laat plekken voor gesloten en laat ik zien. Dat gaan we doen. Goed zo. Ik heb uiteindelijk heel veel veel pijn. Nee, het is op 13 jaar ceremonie meester. En 3 jaar vos van de koek. 54 gevolgd. Ja, dit is John en Tessa Roepen. Want hij heeft in veel creaties meegenomen. En heel dag was hij het die met een van zijn dochters in ieder geval in de optocht meedeed. Zie gewoon heen, het grote publiek tegemoet. Het weer is droog geworden en het zonnetje komt erdoor. Dan gaan we naar de groep VG Kinnet. Grens per grens komen ze doen maar bij. Want vastelovend vieren kent ze alleen heen. En ja, in de wagen die natuurlijk van ergens naar verliest. Veel jongeren die al jaren op de kamer van mij doen. En de feest heen in Bolden mij vieren. Vriendengroep onthoudt wie ik. Die al een paar jaar in Bolden mij uit. Geen spullen valt in de nappen. En je ziet het. We hebben allemaal instrumenten bezig. We consumeren niet met de muziek die je met vastelovend zou willen huren. Ze trommelen en houden alles door elkaar. Spullen valt in de nappen. En met een geweldige creatie komen ze heen voorbij uur. Ja, super gezond. Twee spullen valt. En de Polonaise van de Aldi door de berg. Dat was in 2013 goed voor een derde prijs. Wie spullen valt. Publiek, ik ben nog toegestrand. Hey. Het vuurde publiek langs de kamer van de zonnetjes vloog gekomen. En eindelijk hier gaan alle deuren op. Voor Broeders 2016. De Bolderkar raceorganisatie. Voor Wies natuurlijk wel weer door de volksvierste. De volksvierste in Bolder natuurlijk in juni, al die zeggen juni. Groots georganiseerd door de organisatie van de volksvierste. We gaan eens kijken of we het broed of het broedigdom te pakken kunnen kiezen. En een skipje van zee te zeggen hebben als we elkaar voorzien voor het vier van morgen. Dat is tussen alles in. We gaan een skipje of we die te goed terecht kennen. Dan moet Anker wel even met mij nog in de handen. Ik kan morgen op die raad die ze op de hoogte hebben gezien. Maar morgen is het vier en de hoogte zien. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We hadden vier met een bos en een springen en helaas in één doel geslagen. We hebben in verband met de verrekking. Helaas. Helaas, jij is niet nou wel gesteund door Anke natuurlijk morgen vier wel meemaken. Uiteraard. Goed. Ik wens u morgen een hele fijne dag. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Dankjewel. We komen even hier, want ook heen. De ster van Bolden ziet er geweldig uit, alleen we hebben geen gegevens van hem. Dus dan moet je het zelf in de microfoon zeggen. Ik woon hier 15 jaar op Aarlo, dat is Rotterdam. Ik heb altijd gezegd van het zal een keertje meelopen met de opkoop. En vandaag is het zover gekomen. Super! Ja, leuk hè? Super, laat je leuk. Zien, je doet het goed. Oké, okay, dankjewel. En succes verder. Ja, ik zie niet mensen die hier in de opdracht meedoen. En dat is ook natuurlijk. Goed. Je ziet het, nummer 34. Piet Simpel. En Piet Simpel, ja. En een spelkje voor een nieuwe gezin. Voor de oefen die je wereld daar is. En Piet 9, dat is de winnaar. En de aardbeving en een Piet 9 over. Goed, precies. Ja, dat is echt rood en vier.
Dan krijgen we met nummer 34 en dat is de eerste asielzoeker, de bewoners van Metsting in Kupfen. Waar iemand die naar Kupfen wil komen, alleen hij heeft nog niet ingeschreven zien, want er waren toch nog geen aanmeldingen in boven. En de gemeente heeft er toch in een hele hoop containers neergezet. Hij gaat bier en hij gaat zoeken of hij zich dadelijk wel in kan schrijven en of hij daar even die containers krijgt. Rondje kunst van boven. Gaat hier voorbij. Ja, kiezen. Het ziet er fantastisch uit. Een geweldige creatie hier. Rondje kunst. En de kleintjes doen mij, zelfs in de wagen, gewoon zien mij hier door de boven gesproken. En die gaat dit met het rondje kunst? Ja, fantastisch. Fantastisch. Even een mooie bal en natuurlijk rondje kunst. En wees die papa. Rondje kunst. Super, ga ze door. Ja. Ja, ze lopen er door, joh. Het gaat prima. Jeugdprinses Kelly kunt de heer. Waar die Kelly Uberbach. En dadelijk zien we bovenop de wagen ook de adjudanten staan. De adjudanten Evi Huiprechts en ook Mirthe van den Berg. En kijk eens of we ze kunnen zien, of we ze in beeld kunnen brengen op een prachtige wagen heen. Dat komt heen. En natuurlijk komen we heel naar boven. Ja, we gaan heel natuurlijk in de groep brengen met de Rood van Helle. De jeugd van boven moet toch voor de toekomst doen. Zie staan. Goed op de wagen en groeien met serpentines en alles wat mooi is. En een hele fijne vaste avond op boven. Dat zie je in ieder geval mogen genieten van deze fantastische optocht. Wat ik zie en de Bolense mensen, maar ook die mensen van Boetenbollen. Want inmiddels is dat heel erg goed gestrand. Dan gaan we weer nummer 39. De Kamerhofvereniging in Bolen. Ja, heel acties, georganiseerde acties en die heel veel nieuw steken te krijgen. Maar heel hebben een groep mij, ja, ik zie geen steek. Ze hebben natuurlijk gekeken, ja, of ze die mutsen gezien hebben. Hebben ze nog niet gezien, hebben zelf niet mutsen opgezet. Even volgen, wie zitten de mutsen? Ja, groot, maar wel goed. Groot, maar wel goed. Dat is een teken dat de compagnie wel op goede voortleeft. Als die ook allemaal zo goed zitten, misschien hebben ze wel een over. Ja, ze zien er geweldig goed. En het is de groep van de harde kern. Ja, ze hebben toch nog een aantal keren meegenomen. In 2010 en in 2013 wisten ze te winnen. Dit Bolens kunstje, 41, kreeg vast de lamp met de paplepel ingegoten. Hij wist het vorig jaar de derde prijs te winnen. En ik ga even naar toe. En dan, wie gaat hem eens klein in de wagen? Dat had ik wel hier voor. Ja, de vier skier en ja, daar moet er gelijk op team mee beginnen. En gisteren zijn we ook al de hele dag op paard geweest en het luidde super goed. En ja, alleen maar goed voor ons. Hè. Kortom, ik kreeg het met de paplepel ingegoten. Dat bedoel ik maar. Nou, dankjewel. Heel ja, en dan kreeg je wat niet in de vaart. Ja. Want dat kunnen we hier. Wim Paar en ja, de boerenbroeder, Prinsenbal, komt van eigen dijk, Prinsenreceptie. Wim, ja, hij is iemand, hij gaat met alles naar de bal toe. Hij wil doen dat alles naar habits toe gaat. Maar het beeld op een ludieke manier hoort hier. Hij leert zien wat ze zien. En ja, dat vinden de mensen natuurlijk wel fijn. Wim Paar. En hier was het, die het toch al jaren mee uit wist in 1995. En ook in 1998 de eerste prijs te bemachtigen. Wij slijpen Volkswagen voor de rechter. Ja, je ziet het. De rechters komen eraan. En ze gewoon de Volkswagen. Ja, je weet gewoon wat er gebeurd is. En verkeerde oetloten. En ik zal hier vragen van wie gaat het slijpen eigenlijk? Ja,
dat is toch wel een zware wagen hier. Zware wagen, maar... Ja, dat was het begin. Je moet naar wie? Ja, ik denk dat we daar ook een op een lopen, joh. Trekken, hé. De rechter, die zal blij zien. Maar ze spullen als rechter, maar ze mogen hem ook trekken. Goed. Gewoon even kijken wat jij doet, hé. Hier gaan we weer. Maar even zien je. Gewoon even met de rechter praten. Rechter, wie ga je dit? Ja, perfect, jong. Beter kan niet. Weer is wel goed, dus we lopen gewoon. Kan je een oespraak doen? Nee, nog niet. Dat denk nog een opdruk dat er wel gebeurt. Noordenappers, je gaat het gebeuren. Die slijpen Volkswagen voor de rechter de Rieterclub. Ze waren in 2007 die de eerste prijs wonnen. En toen hij het thema van W3 zien op het verkeerde lief aangegeven. En dan kregen we opnieuw, ja, weer een hele ludieke met de heer Kun. Nummer 8. Dit was het beste niets. En nummer 8 is niemand anders als Jan van Pouw. Jan van de Slechter. En Jan van de Slechter. Het laatste niet. In Bolder hebben we toch ook veel gehad. En zoals net in Gans Peter Maas is op de bouw. Waaluur. En Jan heeft veel meer. We hebben toch ook nou die van die Bleer die er allemaal binnen is gekomen van Peter Maas. En hallo Peter Maas. Jan, wat zien de mensen? Zien de mensen het laatste niet ook allemaal zo zitten? Nou, ze missen de laatste niets, hè. Want we kregen overleg van reclame in een bleetje Pelenmaas. En dat, ja, dat wil ik je toch wel even vertellen, dat dat een feit is wat eigenlijk niet aan het moet gebeuren. Er moet nog een blaad uitkomen, een nieuw blaad, waar alleen maar niet verbolden in zijn. Niet verbolden, joh. Dat snap je wel. Ik sympathiseer een beetje met Bremen, maar Bolder moet geen eigen blaad hebben. Dan kriegen we de fanfare die neven kentuur. Ah, en de groep, wat ze van kunnen zeggen. Geweldige kleinjaarsen altijd. En die hebben natuurlijk ook van de jeugd voor zichzelf hebben we hier vandaan. En de jongens gedaan. Kontje, geweldig. Huurlijk. Spullen ook geweldig. Kondag ook heel leuk gevoel. Kondag heel veel recepties toe. Twee in het Bolse. We varen Eendracht de Bol. Zie het sleutje. Met alle beveiligingen in de rij. De gezin, de oudjes en de tuin. En gezien het hier. Ah, die oudjes. Die zien wel wat op bezig. Lieve bezig. Met de derde man die bezig gooien. En moeten niet en de kaartjes afweren. En die laten we natuurlijk heel oud zien. En de Bolse bevolken. Terwijl de kraan. Die Circus Rens is toegedraaid. Hij heet de Schimmelop. Dit met nog prioriteit. Je zult het draadje hier. Die is een geweldige wagen. Die ook een hoofdje en een bierkrijg draaien. Veel u met Circus Rens. Waar de deuren helemaal groeten. We hebben het allemaal kunnen lezen. Maar de Schimmelop in Zellenburg. Door Tony Kraan hier op. Door mensen alles. Alles mensen door geloofd werden. Veel dan heen. Wat een fantastische manier ook hier. Geweldig gedaan heen. Met deze groep, nummer 49. CBE aankomen. Waar hier? Hi Pieter, hi Pieter. Prins, goed 1984. En ja, u heeft een leuk team weggelopen. Voor een pleitje. Ja, ik weet niet wat er nog aan doen is. Er is wat pleitjes goed en zeilig is. Mensen, duidelijk gemaakt wat voor pleit het is. We gaan het niet aan u volgen. En verder, Harry, wat wisten de mensen hoe te leggen? Nou, dat ik als een knap man geweest in de kingerwagen. Kijk eens even vroeger. Als mijn moeder dat doen nog zoet met 102 jaar, die mocht ik niet uitgevuurd. Die zit uitgevuurd, maar dat is tegen mij lups. Als geen Bolderse meer, maar toch een echte Bolderse bis, dat is toch geweldig? Ik moet er wel even naar maken, dat is alleen maar aan. Ah, succes. Ja, ja, heel leuk natuurlijk. En je vliegtuig zien we hier aan het komen hier. Het zomertrio. Ah, dat gaan we ook eens gezien hoor. Die gewoon in de loop nog mee en gewoon even naar Frank toe kijken. Wat de heer van zit, dat de heel groen in de kamer van mij eruit. Geweldig mensen van het zomertrio. Frank, wie zit hem gewoon met de kamer van mij erom? Nou, geweldig. En zeker met zo'n zon die voor mij. Wat wil ze nou meer?
En je zit er al geweldig bij met drie mannen. Ja, gek geweldig. Laat u gaan boven zien. Schitterend. Het zomertrio van Herman, Frits Beurskis en natuurlijk Frank Niese. Gewoon door de bal gesloten. Kriegen we de eierboer. Toepasselijk begint weer vandaag. Bolder, storm. Het duikt de ganse ergens anders op. Hier Koejan, hier. Het stormt. Eigenlijk altijd op een wijnbol storm, maar ook hè. Ja, het stormt. Dat wou ik eerder denk. Maar we mogen niet klagen bij zo'n dag windje. Op die leeftijd kent zich dat door de Bolse straat nog wel vol hoor, als je storm. Ik ben nog jong van her en jong van geest en ook nog jong in de jaren. Dus dat kijkt heel goed nog hè. En dan moet ik eigenlijk voor Bolse storm, die is er verleider deel niet meer hè. Dus daar moet je moeten voor denken in deze tijd. Dan moet je tijd meer. Dat bedoel ik, ja. Ja, oké. Heer Koejan, de Leijerboer, het stormt in Bolen. Het duikt natuurlijk op Bijlhoes storm. Activiteit die de volkvierste organiseren. Maar inmiddels ook geen in de afstand. Hoe dat de beelden. Hier is al jongen mij duikt in de afstand. De enige die op mijn leven is, die er echt mij duikt in de afstand. De echt heeft voor dit jaar. Het waren niet de vier van hier, maar ze waren met de Gooi-Doren, de vier van hier, winnen, hoe met deze goede groepen. Maar doe maar mee, wat een verkeerde met een geweldige groep, met alle los, de vier, en we gaan heen bij de rapport. En ik doe de jaar ik zal hier nog mee zitten, en ik kan het vrouw niet, hier kijken. Ja, nou zit je net met de mond vol, maar dat is wel geweldig, en jij dit? Lekker, ik vroeg je. De appelen, de vrouw die spieren. Oh, de mevrouw spieren, want jij zit alleen hier. Ik zou zeggen, eens smakelijk en geniet van deze optocht. Bergman, van Bergman. Hij was in ieder geval in 2004 en 2007 de winnaar. Bas, de computer was steeds niet in orde. Nee, nee, we hebben nog altijd gehackt met Tuesday door het Barcelona vieren. Daar kan ik niks aan doen, dat zit in een broer ook zijn gedaan. En liever de weg staat nog niet, maar stel ik geen help in. Oh, dat is leuk, ik heb nog geen vieren. Oh, dat is de gif. Dat zou ik zeggen dat de Bolse mensen zijn. Ja, dat is goed, dank wel. Als je bij echt naar. Duit al jongeren mij heen in de optocht. En waar zit 2002 de prins van Kokeree. Was je bij echt naar. Gewoon met dadelijk tien keer. Ik kom gewoon 3-6. Monique Thijssen 3-6 en Natasja Madou met heer. En die zien de vrouwen van het trio met de bruntjes. Dus gewoon nog even tien keer. Super, de vrouwen van het trio de boven. En de boven is de heer. Gewoon even tien keer in hoeverre dat we op deze komen. Goed, in boven, diepe, het kabelwaarde trouwens, Louis de Geijde. Ja, maar lekker voor dan. In boven, met Prins Louis de Vierde. Lekker dan, Ruud Thijssen, en laat je dan. En de heer Van Horen. Alleen maar op en neer. Goed mensen, je hebt gekeken naar de optocht. Heel door Bols Kokeree. Meer dan 40 wagens, groepen, duo's, eindzagers of vaartjes beginnen we wel. Trokken heel door de sloten van Bolen. En het was geweldig wie ze uitgedoos waren. En vanmorgen om 9 uur hebben ze besloten genomen om een optocht door te laten gaan in het zonnetje. We begonnen met regen. Zij je heel goed, lekker in de zon. En dan zeg ik dank aan Henk van Eerweg en Joegiede. Vloedbal, vloedkoekriek, groetjes, fijne vaste lopen verder.